Hoofdstuk 10 Ioniserende Straling. Paragraaf 1. Zwarte straling. Ioniserende straling heeft te maken met radioactiviteit. En veel mensen die aan radioactiviteit denken, denken aan gevaar. En ongelukken zoals bij Tsjernobyl, de kernramp. Of de kernramp in Fukushima, in Japan. En natuurlijk is er het gevaar van kernbommen. Hier de kernbom op Hiroshima, in Japan, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar heeft de VPRO een indrukwekkende documentaire uitgezonden, Atomic Soldiers, waarin soldaten voor het eerst vertellen hoe ze proefkonijnen waren tijdens kerntesten in de Verenigde Staten. Maar radioactiviteit is niet alleen negatief, het is ook nuttig, zoals bijvoorbeeld in de toepassing van kernenergie. En mits verstandig toegepast, kan dat wel degelijk veilig zijn. En het wordt ook gebruikt in medische beeldvorming voor het maken van bijvoorbeeld röntgenopnamen. Het wordt ook gebruikt in de nucleaire geneeskunde. Dit hoofdstuk, hoofdstuk 10, gaat dus over ioniserende straling en radioactiviteit. In paragraaf 1 gaan we kijken naar de soorten en de eigenschappen van ioniserende straling. In paragraaf 2 kijken we naar de gezondheidseffecten van straling. En in paragraaf 3 naar de bronnen van ioniserende straling en naar vervalvergelijkingen. Paragraaf 3 gaat over het tegenhouden van straling, hoe de straling wordt afgezwakt door materie. En in paragraaf 5 gaat het over hoe straling en radioactiviteit afneemt in de tijd, het verval van kernen in de tijd en activiteit. En paragraaf 6 ten slotte past dat alles toe in medische beeldvorming. We kijken eerst nog naar wat belangrijke voorkennis voor dit hoofdstuk. Ten eerste elektromagnetische straling. Dat gaat van radiogolven rechts via infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen naar gamma en de golflengte wordt daarbij steeds korter en de frequentie steeds hoger. Die ultraviolet, röntgen en gamma zijn de elektromagnetische straling die in dit hoofdstuk veel voorkomen. Je vindt dit overzicht ook in binus tabel 19b. Voor deze straling geldt dat de golflengte keer de frequentie gelijk is aan de lichtsnelheid. En de straling blijkt te bestaan uit fotonen met een energie van EF is h keer f met h de constante van Planck en f de frequentie van de straling. Het fotoelektrische effect is het effect waarbij fotonen elektronen vrijmaken uit een metaal. Maar dit effect is veel algemener van toepassing, want fotonen kunnen ook elektronen uit andere stoffen vrijmaken, niet alleen uit een metaal, als de energie maar hoog genoeg is. Ook dat is het fotoelektrische effect. En we gebruiken de elektronvolt als eenheid voor energie. 1 elektronvolt is 1,6 keer 10 tot de min 19e joule. Dat vind je ook in BINAS-tabel 5. Verder moet je weten dat atomen bestaan uit een kern met protonen en neutronen en eromheen elektronen. Protonen hebben een lading van plus E, het elementaire ladingskwantum, en elektronen eenzelfde lading maar dan negatief, min E. Neutronen zijn ongeladen. Nou, wat is nu eigenlijk de ioniserende straling? Dat is straling met het vermogen om atomen of moleculen te ioniseren. Dat wil zeggen een elektron uit het atoom of molecuul vrij te maken. Als vuistregel moeten die stralingsdeeltjes dan een energie hebben van ongeveer 10 elektronvolt of meer. Dan hebben ze genoeg energie om een elektron vrij te maken. En wat zijn dat dan voor stralingsdeeltjes? Nou bijvoorbeeld fotonen, elektronen, heliumkernen of protonen. Er zijn drie belangrijke soorten straling die je moet kunnen onderscheiden. Je ziet hier een radioactieve bron onder in beeld met daarboven een plaat met een kleine opening erin. In de ruimte daarboven is er een magneetveld dat het scherm uitwijst. Nou blijkt er straling te zijn die zich niks van dat magneetveld aantrekt. Die straling gaat gewoon recht door. Dat wordt gammastraling genoemd en dat blijken fotonen te zijn, ongeladen deeltjes. Er is ook straling, alfa straling, die bestaat uit positief geladen deeltjes en die wordt dus afgebogen door dat magneetveld. Dat zijn heliumkernen. Er zijn ook negatief geladen deeltjes die dus naar links afbuigen en dat blijken elektronen te zijn. Dit wordt beta-straling genoemd. En wat je nou ziet hier is dat de alfa-straling, die alfadeeltjes, minder worden afgebogen dan de beta-stralingsdeeltjes, de elektronen. Dat komt omdat de massa van een heliumkern veel groter is dan die van een elektron. Er is ook beta-plusstraling. En dat bestaat uit positronen. Daarvoor vertel ik meer in paragraaf 3. Om die beta plusstraling nou te onderscheiden van die beta-straling hier in het plaatje, wordt uh, die straling ook wel eens beta-min-straling genoemd. Maar wat zijn nou de eigenschappen van die alpha, beta en gamma-straling? Hier zie je uh, een vel papier, een dik boek en een blok beton. Die alpha-straling wordt al gestopt door een vel papier. Dus die komt daar helemaal niet doorheen. Een betastraling wordt een klein beetje gestopt door dat vel papier, maar komt niet door het dikke boek. Een gammastraling wordt nauwelijks gestopt door het vel papier, een heel klein beetje door het dikke boek, en wat beter door het beton, maar ook zelfs daar doorheen komt gammastraling. Dat heeft te maken met de energie. Hoe groter de energie van die gammastraling, hoe beter dat door het beton heen komt. Nou voor alfa- en betastraling. Heb je het dan over dracht of de maximale indringdiepte? Bedenk dat het bij alfa- en betastraling straling gaat om deeltjes met een de massa, heliumkernen en elektronen. En die verliezen langzaam aan hun energie, die gaan ze dus steeds langzamer. En op een gegeven moment is hun energie op en staan ze stil, zijn ze gestopt. Die maximale afstand die ze dan afleggen in een stuk stof, in een blok beton bijvoorbeeld, dat noem je de dracht. Nou, voor gammastraling gaat dat heel anders, want gammastraling kun je niet langzamer laten gaan. Want je kan het dus niet stoppen, want het is uh, uh, elektromagnetische straling. Het zijn fotonen die gaan altijd met de snelheid van het licht. Je kunt het wel verzwakken. Dat betekent dat sommige fotonen die worden geabsorbeerd en die verdwijnen uit de bundel. Dus die bundel wordt wel steeds zwakker. Nou, wordt er ook gesproken over doordringend vermogen. Uh, het doordringend vermogen van alfastraling is dus klein. Het dringt nauwelijks door uh, in een vel papier. Beta-straling dringt al meer door in materie en die gammastraling heeft een groot doordringend vermogen. Er wordt ook gesproken over ioniserend vermogen. Dit is allemaal ioniserende straling en de alfastraling heeft een groot ioniserend vermogen. Dat betekent als het door een centimeter stof gaat, dan ioniseert het veel moleculen. En het verliest daardoor snel zijn energie. Daardoor komt het dus ook niet zo ver. Gamma-straling heeft een klein ioniserend vermogen. Dat betekent dat relatief weinig fotonen worden geabsorbeerd. En er blijft dus een sterke bundel over. Dat betekent dus als het ioniserend vermogen groot is van de straling, dan is het doordringend vermogen doorgaans klein. En als het ioniserend vermogen van de straling klein is, dan is het doordringend vermogen groot. Ik zal nu twee voorbeeldopgaves bespreken. Bereken de golflengte van gammastraling met een fotonenergie van 1 mega-elektronvolt. Schrijf eerst de gegevens op en schrijf de gegevens in de juiste eenheden. 1 mega-elektronvolt is 1 keer 10 tot de zesde elektronvolt. En 1 elektronvolt, dat vind je in binus tabel 5, dat is 1,6 keer 10 tot de min-19e joule. Dus die 1 mega-elektronvolt is 1,6 keer 10 tot de min-13e joule. Je hebt de constante van Planck nodig, die vind je in binaire tabel 7a, en de lichtsnelheid. Nou, de formules die je nodig hebt is ten eerste de energie van een foton, e is h keer f, en lambda keer f is c. Bereken eerst de frequentie van de straling. Schrijf de formule om, f is EF gedeeld door h, vul de gegevens in en je vindt 2,4 keer 10 tot de 20ste hertz. Vervolgens kun je de golflengte berekenen uit de frequentie en de lichtsnelheid. Lambda is C gedeeld door F. Dus vul de lichtsnelheid in en de frequentie die we net hebben gevonden. Dus de golflengte is 1,2 keer 10 tot de min 12e meter. Maar de fotonenergie was gegeven in één significant cijfer, dus rond af op één significant cijfer. De golflengte is dus 1 keer 10 tot de min 12e meter. Dat is heel kort, veel en veel korter dan zichtbaar licht, want dat is in de orde van honderden nanometer. 100 keer 10 tot de min negende meter. Voorbeeldopgave 2. Bereken de snelheid van een alpha-deeltje met een energie van 10 elektronvolt. Schrijf eerst weer de gegevens op. De energie reken je weer om naar joule. 10 elektronvolt is 1,6 keer 10 tot de min 18 joule. Nu hebben we de massa nodig van een alfa-deeltje. Een alfa-deeltje is een heliumkern. En de massa daarvan vind je in binastabel tabel 25a. Hier staat helium met atoomnummer 2. Dat betekent dat er twee protonen in de kern zijn. En het massagetal is 4. Er zitten dus vier kerndeeltjes in de kern van helium. De atoommassa is 4,002603 U. Dat is de atomaire massa-eenheid. En die waarde vind je weer in binus tabel 7b. 1u is 1,66 keer 10 tot de min 27 ste kilogram. Nu kunnen we dus de massa uitrekenen. De massa is dan 4u keer de atomaire massa eenheid en dat is 6,64 keer 10 tot de min 27 ste kilogram. De massa van de elektronen zijn hier niet significant omdat we rekenen met een energie van 10 elektronvolt... En een elektron heeft een veel kleinere massa dan de kern. Dat kan je niet altijd verwaarlozen, maar je moet altijd even opletten met hoeveel significante cijfers je rekent. Nou, de formule die we hier nodig hebben is die voor de kinetische energie. Want uh, het alpha-deeltje heeft een energie van 10 elektronvolt. Dat wordt niet gegeven, maar dat is een kinetische energie. En daaruit volgt dan de snelheid. Schrijf eerst die formule om. De snelheid is de wortel uit. Twee keer de kinetische energie gedeeld door de massa. En dan kun je de gegevens invullen. Dus de snelheid is 2,2 keer 10 tot de vierde meter per seconde. Nou zou je kunnen denken dat dat deeltje heel ver komt. Hij gaat heel snel, dus in een seconde legt hij een grote afstand af. 22 kilometer. Maar kijk nog eens naar de energie. Dat is maar 10 elektronvolt. En eerder heb ik verteld dat zo'n alfa-deeltje een groot ioniserend vermogen heeft. Dus een grote kans heeft om andere uh, moleculen of atomen te ioniseren. En nou is het ook een vuistregel dat per ionisatie kost dat ongeveer 10 elektronvolt. Dus dit alveoldeeltje heeft net genoeg energie om één ionisatie te kunnen veroorzaken. En dan staat hij dus al stil. Dus ook al gaat hij heel snel, hij kan maar uh, uh, weinig ionisaties veroorzaken en komt dus helemaal niet ver. Dit is dus niet zo'n heel realistische waarde voor de energie. Meestal heeft een alfadeeltje veel meer energie, in de orde van miljoenen elektronvolts. Een samenvatting. Ioniserende straling is dus straling die atomen of moleculen kan ioniseren. Als vuistregel uh, zijn deeltjes ioniserend als ze meer energie hebben dan 10 elektronvolts. Er zijn drie belangrijke soorten. Alfa-straling, heliumkernen met een lading van plus 2e. Beta-straling, dat zijn elektronen met een lading van min-E. En gammastraling, dat zijn fotonen. Er is ook andere ioniserende elektromagnetische straling, namelijk röntgen en UV. Dracht is de maximale indringdiepte bij stralingsdeeltjes met massa, dus voor alfa- of beta-straling. Bij gammastraling gebruik je niet de term dracht. Dan hebben we het gehad over doordringend vermogen, dus hoe diep dringt de straling door in materie. Dat is voor alfa-straling heel weinig, bete-straling al meer en gammastraling het grootst. En ioniserend vermogen. Hoe makkelijk kan die straling nu materie ioniseren? Bij alfa-straling is dat zeer groot. Bij bete-straling is dat al kleiner en gammastraling heeft het kleinste ioniserend vermogen. Dat was de eerste les, paragraaf 1 van hoofdstuk 10.